Spelen, ja, dat is de top 30 van de wereld in Atterstad. C'est le sommet sportif. Même si on ne fait pas de médaille là-bas, mais pouvoir y aller, ça veut dire qu'on fait partie des meilleurs, vraiment des meilleurs du monde, de l'élite. Maar de selectie is bikkelhard. Er zijn maar weinig die erin slagen. Voor velen zal deelname aan het grootste sportevenement ter wereld een droom blijven. Hinkstapspringen is een van de zwaarste disciplines in de atletiek. Pas in 1996 werd het ook voor de vrouwen een Olympische sport. In Europa staan vooral de vrouwen uit de voormalige Sovjet-Unie aan de top. De Russische Svetlana Bolshakova is zo iemand. I started when I was 13 or 14 years old and my progression in my jumps was really good and I start like professional triple jumps. Twee jaar geleden verliet ze Rusland voor haar grote liefde, de Belgische hoogspringer Stijn Stroobans. I met Stijn in Erfurt. It was European Championships for under 23. We saw each other there, and condition of love was coming more and more. And after when his season was finished, he was flying to St. Petersburg. And after when he came back to Belgium, in 4 days I fly to Belgium already to him. Het koppel is nu al 2 jaar gelukkig getrouwd. He's really good. I'm happy that I have a husband like this. Svetlana? Ja? Boys? Sinds haar verhuis naar België traint Svetlana met de coach van haar man. Voor, hop, hop, sneller. Kom. Armen naar voren. Rustig aan met links. Rustig aan. Armen naar voren. Hop, hop, hop. Svetlana is absoluut de wereldtop. Ik denk dat wij in België, zeker op het vlak van het hinkstapspringen, nooit zo'n talent gehad hebben. Goed, uitduwen met de veersprongen en knie hoog houden. Armen naar voren. Knie hoog. Goed. Om zich voor de Olympische Spelen te plaatsen, volgt Svetlana een keihard trainingsprogramma. Hop, hop, hop. I have to jump for Olympic minimum 14:40. But I think if good day, good track, good condition is possible. Op haar 22e sprong ze indoor al de 9e beste wereldjaarprestatie. Dat is uitzonderlijk jong. De hardheid en het karakter dat ze heeft, ik denk dat dat voor een stukje van haar Russische roots komt. Ginder word je van in het begin onmiddellijk vrij zwaar belast. Je wordt continu in een soort van circuit ingeplaatst en men laat je altijd maar springen, springen. Eenbenig, tweebenig, onder andere verschillende vormen. Wat maakt dat dat impact op de hiel en op de knie veel zwaarder is dan dit in België. En die belastende aanpak bleef bij Svetlana niet zonder gevolgen. Ah. You feel much pain? My knee. One day on training in Russia, it start like a little bit cry. Cry pain and each time it was coming more and more. But with school in Russia, when you say to coach that you have pain, she not accepted. So pain for me it was normal. Maar de voorbije weken is de pijn bijna ondraaglijk geworden. Oh my god. No, sit down and don't we'll do this exercise. Oké. Okay. Straks eventueel ijs opleggen. Mm-hmm. Thuis. Oké. En niks meer doen. I have to see from doctor. Ja. Stupid knee. Coach Michel wil laten onderzoeken waarom Svetlana steeds meer pijn in haar knie krijgt. Van de ene kant is de pijn meer hier. Op de punt, dan gaat hij naar onder en dan gaat hij die vageert ze eigenlijk precies van links naar rechts. This side is always pain. Moest Svetlana geopereerd worden in een pre-Olympisch jaar? Je moet er allemaal bij nadenken. Oké, Svetlana is heel sterk van karakter, maar
Een operatie is niet niks. Professor Peers is gespecialiseerd in sportblessures en moet uitsluitsel geven. So, on the right side you don't feel. No, a little pain. Bit. Do you feel this? Yeah. It's only here that. Is, yeah. This is painful. No. This place always pain. Even sometimes it's on top. Actually, I have to tell you some real bad news. Mm-hmm. The tendon is loosening. Mm-hmm. From the bone. Mm-hmm. I do think that the only way that we can get rid of this is that we repair the bad part. That means an operation. After that operation, the goal is to be able to perform mm-hmm. as much as before. In Pelleberg is de knie van Svetlana met succes geopereerd. Ik moet 2 weken altijd in bed zitten. En ik moet oefening doen, een klein beetje met knie. En nog pijn in de knie? Het was stand-up, het was little bit pain, of course. But after the operation, it was really heavy. You cannot walk, you cannot do everything yourself. You like plant almost. Om nog te kunnen deelnemen aan de Spelen, staat Svetlana voor een lang en moeizaam revalidatieproces. I hope it will okay, but I don't know. I was already preparing that it's not coming in order. We moeten heel voorzichtig te werk gaan, we moeten heel opbouwend te werk gaan. Ze weet dat ze door heel competente mensen geopereerd is. Die haar ook gezegd hebben, kijk, we hebben ons job goed gedaan. Het is nu aan u, revalidatie, terugkomen, afzien. Maar dat moet ook genezen. Ah. I'm like invalid, hè. Kom aan. Oké. Okay. Goed voor doen. Ja, op. Kom aan. 1, 2 en lezen. Binnenin is dat nu allemaal geïmmobiliseerd geweest. Ja, dat moet allemaal wel loskomen en dat zijn toch wel... Dat was een serieuze ingreep. En nee. Het lijkt puree, hè. Puree? Ja. Er was een tijd dat daar spieren waren. Ja, ja. Invalid Bolshako. Gaat wat tof. Op het Belgisch kampioenschap atletiek staat ook hingstapspringen op het programma. Svetlana, die nog pas geopereerd is, moet gefrustreerd toekijken van op de tribune. For sportsmen, if you have to move, sportsmen moving always, they cannot sit. And I was just 1 month to nothing. It's crazy. I cannot sit on the stadium when I cannot do something. For me, it's kill me better. Normally in this period we are to have competition. And mentality, I was preparing for big season because I was really good. But with this condition, it's a problem. Ja, ja, verdomme. Svetlana, kalm, hè? Ja. Kijk, dat meisje, dat is nu een hele jongen, hè? Die is technisch niet slecht. Oei, doorgezakt. Dat is het risico met hingstafspringen. Ze wil daar overdrijven met haar astuut. En je kunt dat niet opvangen, patat en getrakt door. This is better, ja. Yeah, but... Pussy. There is no concurrence, Ambuchki. And I will jump again. You will jump more than 2 meters farther than the best jump now. My heart is tuk-tuk when I see something like this.